Hallo iedereen, goedemorgen en welkom weer op mijn kanaal. Vandaag zijn Celine en ik bij Jepun. En Jepun is in, ja, dat is de Hasseltweg, dat is meer bokrijk zo, tussen Hassel en Genk. Daar is Celine. En we gaan een behandeling krijgen vandaag. Ik zal zelfs alles te goed laten zien, wat en hoe en zo. We kijken er echt naar uit en we zijn ook hier via 241. Oké, hier gaan we onze behandelingen krijgen. Super mooi. Kijk, wauw. Dat is echt mooi. En dan hier zijn voetpadjes. Ook heel mooi. En hier, wauw. Hoe mooi is dit? Echt super mooi. En een sterrenplafond, wauw. Nou, waar moeten we nu kijken? Doe maar eerst. We zijn met twee camera's aan het filmen. Ja. We hebben net een glaasje gekregen en we zitten gezellig samen in een pot. Naked. Ja. Naked in de bathtub. Naked in de bed. Ja, mensen gaan hier hun nieuwe dingen bij voorstellen. Hè. Ja. Maar als je als koppeltje hier bent, of als beste vriendinnen, is dat nog wel oké. Okay, maar ja. Als je als koppeltje hier bent, is dat wel heel romantisch. Hoe net hem ook. Ja. Ja. Romantisch samen maakt een pad. Yes. School, hè? Goals. Friendship goals. Aan het afdrogen. Zeg! Je staat helemaal naakt. Dat is niet waar. Ik zie je voet. Ik zie je voet. Amai, ik zie echt wit. Oh. Ik zit nog een bad. Jee. Ik blijf hier. Ik blijf hier wonen. Helemaal relaxed. Hè. Het was echt gezellig zo samen in ons bruine bad. We hebben ons dan ook nog klaargemaakt daar. En nu zijn we bij iemand die het herkent. Bij Pew Pew. We zijn aan het wachten op Louisa en Sarah. Laat komen. Zo. Echt, hè? Altijd te laat. Nee, nee. En we gaan eten. Ja, we hebben honger. Want we hebben honger en we hebben nog niet gegeten. We gaan voor een slaatje of zo. Ja. Dat is voor Leslie, hè? Leslie, we gaan gezond eten. Ja. Ik ben terug thuis. Oh, ik ben zo moe. Het is ondertussen 9:45. Ik ben nog gaan eten. En dat heb ik niet gefilmd. Amai, mijn huid. Ik heb allemaal zo droge plekken. Echt zo extreme droge plekjes weer. Als iemand weet hoe je dat kan wegkrijgen, let me know hè, in de comments. Ik ga nu mijn bed in. Ik denk misschien nog slimste mens kijken op mijn laptop en dan ga ik slapen. Maar ik ga morgen nog verder vloggen voor jullie. Dus tot morgen en slaap wel. Wil je ook dag zeggen? Ja. Zeg het maar, hoor. Zeg het maar. Zeg eens dag. Goedemorgen iedereen. Ik ben niet thuis, zoals jullie kunnen zien. Ik ben bij mijn mama en papa. En mama en ik gaan nu naar de Estée Lauder fabriek. Fabriek? Ja, zoiets denk ik. Daar kun je zo met uitnodiging binnen. En dan kun je alles kopen aan korting. Dus daar gaan we naartoe. Hé mama. En Annelies is ook hier. Hier staat hij. Maar die wil niet gefilmd worden, want die is nou altijd wel ziek. Nou ja, dat heb ik nog niet gezegd, maar die had buikgriep. Iedereen had buikgriep. Mama, papa, Annelies. En ik nog niet. Houd vasthouden, want ik wil niet ziek worden.
Wij zijn terug van de Estee Lauder dingen en ik heb van alles gekocht. Ik zal laten zien. Ten eerste deze toiletzak. Wat is het hierin? Er zit van alles van Clinique in. Een moisturizer. Een cleansing gel. Wat is dit? Ah, voor je make-up eraf te doen. En dan nog, denk ik, lippenstift. Ik zal het open proberen te doen. En een parfum. Dit, een serum en een parfum. Super tof. Dan heb ik nog gekocht. Dit maskertje. Ginseng van Origins. Dat is een staaltje. Dan een Chubby Stick Foundation Stick. Om als concealer te gebruiken. Glam Glow maskertje. Ik denk dat dit een peel-off mask is. Ik ben niet heel zeker. Maar het is alleszins een brightening mask. Dan parfum van Michael Kors. Sexy Sunset. En als laatste een Clinique, een heel klein Clinique Take the Day Off Balm. Dat is zo voor een make-up eraf te doen. Daar heb ik al veel van gezien. En ik dacht, ik wil die wel eens proberen. Zo'n klein potje is wel handig dan. Dat was alles wat ik had gekocht bij Estee Lauder. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk om te zien. En ik zie jullie volgende keer.